ik was thuis en het was een dag voor mijn verjaardag. Dus echt, mijn verjaardag was echt een soort van rollercoaster van... Oké, ik ben zwanger en aan wie moet ik het vertellen en aan wie niet. Dus ja, crazy. Heb ik het toen aan mensen verteld? Ja, ik heb het aan mijn ouders verteld en wat vrienden. En, maar ja, we waren zelf ook nog totaal in shock. Dus het was een verjaardag om nooit meer te vergeten. Eerlijk gezegd wel. Ik heb echt al een droom gehad van... Ja, toen ik heel erg jong was, dat ik dacht... Ja, ik wil gewoon heel graag moeder worden. Dus ik ben super blij. Ik denk een jaar geleden ongeveer. Toen dacht ik, ja, dit is het moment. Ik heb er in totaal 3 gedaan, omdat ik het gewoon niet kon geloven. Mijn vriend die barstte gewoon in tranen uit en ik zei, nee, nog een keer. We gaan nog een keer testen, omdat ik gewoon dacht, nee, maar dat kan gewoon niet. Eigenlijk met ups en downs, ik denk dat iedereen het wel een beetje heeft. Aan het begin heel erg misselijk en moe en buikpijn ook wel. En nu voel ik me eigenlijk weer heel erg goed. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook best wel last van restless legs. Ik denk dat de vrouwen onder ons weten wat dat betekent. Dus ik lig elke avond met mijn benen zo wop omhoog voor 20 minuten en dan kan ik de nacht doorkomen. Het valt eigenlijk wel mee. Het enige is dat ik het vandaag een klein beetje had, omdat ik heel graag op zijn elektrische fiets wilde. En we konden de sleutels niet vinden, dus uiteindelijk moest ik mijn eigen fiets, maar die is heel erg krakkemikkig en ik moest ver fietsen. Dus ik was echt even heel erg ongelukkig en toen kon ik hem wel heel even schieten. Ik hoop dat ik mijn kind genoeg vrijheid kan geven om zichzelf te ontplooien en dat hij doet waar hij zin in heeft. En en daar hoop ik hem zo mooi mogelijk in te begeleiden. Nou, mijn relatie is sowieso al een klein beetje veranderd door de lockdown. Ik denk dat meer mensen dat hebben. Dus we zijn eigenlijk meer naar elkaar toegegroeid. Dus ik ervaar eigenlijk deze periode ook heel erg mooi en heel erg bijzonder dat we nu nog even tijd met z'n tweetjes hebben. Dus ja. Ik denk er gewoon heel even nog niet over na. En ik denk ook, alle mensen op deze wereld zijn eruit gekomen, dus dat moet mij ook wel gaan lukken. Dagdienst. Borst. Slapen nu? Allebei niet. Allebei niet. Wat erg dit. Oh, opgezwollen enkels.